We staan hier op luchthaven Twente, waar het een drukte van belang is. Vliegtuigen dalen, vliegtuigen stijgen op in een voortdurende volgorde. Vliegtuigen ook in alle soorten en maten. Maar we zijn hier niet als vliegtuigliefhebber naartoe gekomen. We zijn hier naartoe gekomen omdat hier straks het vliegtuigland van Han ten Broeke, parlementariër en groot voorvechter van de luchthaven Twente. Han ten Broeke die er eigenhandig voor gaat zorgen dat de luchthaven Twente groter, groter, groter en nog groter gaat worden. En hij landt hier binnen enkele minuten. Is hij er al? Is hij er nog niet? Waar is dat vliegtuig? Hè? 2 minuten. Ze zeggen 2 minuten. 2 uur, dat kan toch helemaal niet? 2 uur. Ah. Ik denk dat we beter op kunnen houden, jongens, want dit wordt echt helemaal niks. Ja, Han ten Broeke, we zouden eigenlijk, of althans ik zou naar Den Haag gaan, een debat bijwonen over het vliegveld. In de Tweede Kamer, maar het debat ging niet door omdat ze toch vorige week tot bepaalde punten zijn gekomen dat het waarschijnlijk toch open gaat, Luchthaven Twente. Het gaat gewoon helemaal door en het wordt steeds groter. En een van de redenen waarom het een groot succes wordt is dat Luchthaven Münster, zeg ik het goed, ja, in ieder geval die Duitsers dus, die zijn ontzettend kwaad op Nederland omdat ze de Luchthaven Twente willen gaan laten doorstarten. En dat kan maar één ding betekenen. Ze zijn bang voor ons. Dus wij gaan winnen. Ja. Van de Vrije Republiek Twente. Jeroen, wat vind jij er eigenlijk van? Is dit de toegevoegde waarde voor Twente? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het een goede zaak is. Dat de luchthaven open blijft. Maar dan ook een beetje serieus? Lekker groot? Tweede baan? Jumbo's? Nou, dat lijkt me niet helemaal geschikt. Want? Het is ook niet goed voor de land goed natuurlijk. Hè, voor de rust. Kijk, er zijn natuurlijk nu al discussies over geluidsoverlast en dergelijke. Nou, dat schijnt in werkelijkheid nogal mee te vallen. Maar ik denk niet dat je er een grote luchthaven van moet maken, niet willen maken. Ik denk dat je op Twentse schaal dit moet gaan doen. En dat het, ja, dat het wel een economische impuls is voor de omgeving, voor bedrijven, maar ook voor toeristen. Want wat dacht u van stedentrips naar Twente? Ja, dat ben ik helemaal voor. Nou, naar Enschede of naar het mooie landgoed. Meer luchthavens. Je vliegt naar de luchthaven Twente en dan vlieg je daar vandaan naar Oldenzaal. Met een klein vliegtuigje, een helikopter. Ja, ja. Of een kabelbaan. U slaat door. Vlieg jij wel eens vanaf de luchthaven? Ik heb eigenlijk nog nooit vanaf Twente gevlogen, maar dat lijkt me best ideaal. Ja, altijd met die koffersjouwen. Het is ontzettend sfeervol qua gebouw ook. Ja, maar laten we eerlijk zijn, we brengen nu de economie in Duitsland op hogere niveaus. Omdat we allemaal vliegen vanuit Twente, vanuit Düsseldorf. Ja, maar het Neder-Saksische gebied, dat is één grote broederstam. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Ik bedoel, het is Twente plus Neder-Saksen tegen de rest. Vind jij? Voor de volgende keer toch een leuk item. Han ten Broeke die wilde trouwens nog wel even commentaar geven op zijn geweldige overwinning. Want zoals gezegd, de luchthaven Twente gaat door en wordt waarschijnlijk groter dan Schiphol binnen nu en 2022. Waarschijnlijk eind dit jaar gaat het eerste vliegtuig al de lucht in naar de vakantiebestemming. Kaboom. Daar gaat Kim persoonlijk voor zorgen. Maar we hebben nog even met hem gesproken. Ja, ik kon helaas niet bij de talkshow aanwezig zijn. Nee. Waarom staan we nu hier? We staan hier bij de opening van het muziekkwartier. Daar heeft Enschede ontzettend lang op moeten wachten. Bijna net zo lang als op een besluit over de luchthaven. Allebei goed nieuws. Het muziekkwartier wordt vanavond door Majesteit geopend. En luchthaven Twente gaat definitief open. En waarom is het zo belangrijk dat het open blijft voor de Republiek, zou ik maar zeggen? Voor de Vrije Republiek Twente. Nou, het is vooral belangrijk omdat je, als je economisch zelfstandig wilt zijn, en zeker in de bittere tijden die er nu aan zitten te komen, met hogere werkloosheid, en in Twente is al hogere werkloosheid dan gemiddeld in Nederland, en met minder economische groei, en in Twente is er minder economische groei, dat je dan je eigen broek kunt ophouden. En zo'n luchthaven geeft daarvoor enorme goede mogelijkheden. Een universiteit die we hebben geeft daar ook fantastische mogelijkheden. En dan kun je ook dit soort dingen nog zelf blijven betalen. En niet altijd bij Den Haag langs gaan om daar te vragen of ze dit soort dingen willen financieren. We doen het gewoon zelf, dat is eigenlijk de boodschap. De bedoeling is dat we het zelf doen. De bedoeling van de Vrije Republiek Twente is in ieder geval dat je uiteindelijk je eigen broek ophoudt en niet de hand. Ja, dat was dan weer het einde van deze uitzending van de Vrije Republiek Twente. Het televisiegebeuren, de grote talkshow. Met Kim Kutter als mijn liefdallige co-presentator. Naast mij Enno de Wit natuurlijk. Samen zijn wij de volgende keer wel weer bij. Maar onze gasten, helaas moeten we afscheid van nemen. Jeroen Enkelaar. En natuurlijk de voetbalvrouw van Sander Borster. Voetbalvriendin. Chantal Vaneker. Voetbalvriendin. Ja, laten we het even goed zeggen. Allebei heel erg bedankt dat jullie hier konden zijn. Ook heel erg bedankt voor jullie bijdrage hier. Volgende keer hebben we Herman Vinkers en koningin Beatrix. Want die is hier dan toch.
We hopen dat jullie volgende keer allemaal wel weer kijken. Laten we even niet vergeten over de 6e december. Laten we niet vergeten de 6e december, want... Dan is het toch de dag van Vrije Republiek Twente. Bamzoei. Wist jij dat niet? Ja, dat wist ik wel. Er staat namelijk hier op mijn papiertje, maar okay. Ik heb het gewoon even niet gelezen. Onze Nationale Onafhankelijkheidsdag. En hang de vlaggen uit, trek de t-shirts aan en zorg dat je altijd je tweede paspoort bij je hebt. Van de Vrije Republiek Twente. Goedenavond en tot ziens. Tot ziens.